kijkers van What's Jagger en welkom bij deze nieuwe Let's Build van natuurlijk The Lord of the Rings. En we zijn er vandaag weer met de enige echte Dennis gegroet. Koning Dennis van Erebor. Yes, I'm Doran Oaken. Doran Oakenshield. Yes. Oké. En wat we nou eigenlijk in deze aflevering gaan doen is, zoals jullie kunnen zien, gaan we dit kleine muurtje afmaken. De top wordt al gedaan door Dennis en maar ja, ik ga even tot nu toe doorlopen wat we al hebben. Want als jij vanaf hier beneden gaat komen, of je valt aan en je moet die brug natuurlijk bestormen, dan moet je dit ding helemaal naar boven komen. En dat is al best wel een pakje aan. Er zullen uiteindelijk ook nog gewoon kleine Easter eggs in de map komen, waardoor dan echt gewoon de professionele mensen die ook vaker de map zullen spelen, dat zij precies weten waar ze er doorheen moeten komen. Nou, je gaat hier dan door de hek heen. Je moet het goed zeggen, de mensen die al vaker Helm's Deep aangevallen hebben, want het is niet dat het een Empire War map is. Nee, precies. Het is, daar komt het eigenlijk ook op neer. Maar goed, dan ga je hier de trap omhoog. Dan kom je al bij dit stuk en dan zie je hier dus de Hornburg. Nou, wat dan het vervelende is, want de verdedigende partij kan hier bovenop gaan staan en kan pijlen naar beneden schieten, waardoor jij eigenlijk gewoon een pijlenvolley moet gaan ontwijken. En dat is best wel ingewikkeld. Op een gegeven moment ben je dus hier. Dan staan mensen natuurlijk hier nog boven op de muur. En dan moet je hier langs. Dus je hebt eigenlijk een soort van tweede doel. Je moet je dus weer hier overheen rennen. En uiteindelijk kan je dan, kan je dan hier over deze brug gaan. En dan kom je in het innerlijke fort waar dan de tweede gate staat. En die moet je dan eigenlijk ook doorgaan. Maar goed, je kan hier eigenlijk ook nog, als je dan slim bent, kan je dan vanaf via hier kan je dan nog naar boven klimmen. Als het goed is, hebben we dat ook erin gemaakt. Ga je hier naar boven, zo klik je hier. Oh, jij bedoelt dat je dan eigenlijk de meeste, ja, dat was dit stukje. Ja, dit gravel stukje moet je dan dat kon je sowieso halen, was ja, het. Ja, als jij bijvoorbeeld, jij stond net al hier, jij kon dit al halen, als jij dan vanaf hier. Ja, je kan het makkelijk halen. Dus hier zou sowieso ook nog een verdedigende partij gaan staan op dit stuk. Maar ja, dan uiteindelijk kom je hier ook. Archers, fire! Dit stuk moet ook nog doen, Dennis, is ook nog niet af. Nou, gaan we daar ook nog mee bezig. Maar laten we eens beginnen met dit stuk. En dan kunnen we in ieder geval verder met de andere halve ronding. En dan zijn we daar ook mee klaar, denk ik. Eigenlijk eerst de binnenmuur, want ik bedoel, ik heb ook helemaal geen foto's klaarstaan van de rest. Ja, van de, je bedoelt van de, ja, van het gebouw zelf eigenlijk. Ja, dat is wel een hele goeie. Ik maak deze drie stukken wel, met de vloer erbij, denk ik. Het kan zo zijn, ik heb het nou zo gelandscaped, het kan zo zijn dat ik het nog aangepast, zodat er gewoon niks van klopt. Ik heb het gewoon... Het blijft ook onze versie. Gebeurt zo van YOLO waterpolo. Maar goed, zoals jullie ook aan de titel hebben kunnen zien, en wat jullie nu eigenlijk ook zien in de map, want jullie zien onderin zien jullie nou 6 nieuwe blokjes. En dat is eigenlijk van de, hoe heet die mod ook alweer? De Battlegear. Battlegear mod. En welke server heeft nou eigenlijk straks een Battlegear mod erin zitten? Jullie mogen 3 keer raden. Ik geef jullie even de tijd. Ja. Als je het goed hebt, dan weet je dat dit op de PME server is. We zijn eigenlijk gewoon weer teruggegaan bij de PME server. Omdat we nou toch wel dachten van, we gaan weer even verder in combinatie tot Damien. Want ja, het blijft natuurlijk ook, het PME-concept blijft natuurlijk ook van hem. Dus dan moeten we ook een beetje gaan supporten. En daardoor zijn we eigenlijk weer terug, of niet, Dennis? Ja, sweet. En hij kan natuurlijk heel, hij is heel goed met de plugins. En we hebben natuurlijk ook een plugin-mannetje nodig voor de map. En ja, dan gaan we dus uiteindelijk verder. Dus eigenlijk is er dus een principe waar wij mee verder gaan. En dat gaan we nou nog niet te veel spoileren, want dat zou je voornamelijk ook gaan zien op het kanaal van Damien. Ja, dus het ergste was al dat hij eigenlijk al te veel gespoilerd had, hè? Ja. Eigenlijk het ene wat jij niet wou laten zien. Ja, hij heeft een screenshot, ik zal hem nu ook even in beeld laten komen, van Minas Tirith gemaakt. En die had ik echt nog niet in beeld willen laten zien, maar ja, weet je... Nee, dat was Leon's kleine... Hij is daar wel trots op, zeker. Dus ja, dan kan ik het een beetje moeilijk van hem afnemen dat het niet mag. Maar ja, goed, weet je... Ik had eigenlijk eerder gehoopt dat hij het van mij had gedaan. Ik bedoel, het mijn was al in beeld geweest, dus als er een foto van had gemaakt, was zo van ja, boeien. Ja, maar hij denkt natuurlijk van, oh, Minas Tirith, stad van de mensen. Van, ja, en het is laten we, oh, dat is van mij, dat is van mij, oh, dat. Ja. Ja, precies, gewoon, precies dat was het gewoon. Ja, oké, we hebben deze muur nou af, dan kan je hier dus ook helemaal aflopen. Ja, ik wil proberen dat je hier niet naar boven kan komen. Ja, maar dat kunnen we wel met World Guard gaan fixen, of uiteindelijk nee, dat hoeft niet. Oh, nee, ja, als dat iets geprotect is, kunnen ze al niet meer boven komen. Nee, precies.
Ik denk dat het... Oh nee, zo gaat het. Nou moeten we hier nog even aan de andere kant, want hier had je de muur ook nog niet helemaal af. Bij dit stuk. Ja, of we moeten hier nog even de... Dan doen we dat straks even offscreen. Oh, wauw, het gaat net regenen. Dat konden we niet uitzetten, of wel? Nee. Kan dat? Ah, jammer. Ik had altijd die animatie, want ik moet Optifine weer bijgooien. Ik ga ook even snel... Ja, die zit er niet in, hè? Nee. Shit. Maar dan kun je de animatie van regen uitzetten. Dat had ik toen ook gedaan op onze andere server. En dat was echt gewoon ideaal. Oké, maar we moeten nog even dit stukje snel doen. Laten we dit even afmaken. En dan kunnen we verder. Want dan zitten we eigenlijk bij het laatste stuk alweer, jongens. Het gaat echt ontiegelijk hard. Maar, ik weet niet hoeveel... Volgens mij is het ook al de 14e aflevering, of niet? Yep. Maar ja, ik denk vooral ook gewoon wat belangrijk is voor jullie. Voor de kijkers dan. Van wat zouden jullie de volgende keer willen zien? Want het komt steeds dichterbij. Ja. Eigenlijk ons... Hetgene wat we het liefste zouden willen doen, of in ieder geval... graag zou willen doen, is eigenlijk Osgiliath. Want we hebben Osgiliath eigenlijk al helemaal uitgepland klaarstaan. Dat is ooit door mij al een keer gedaan, per ongeluk. En daar is op zich, dat is gewoon klaar. We kunnen zeggen van, nou Leon, zin om op te nemen. Nou ja, tuurlijk. Nou, kunnen we eraan beginnen. Maar Osgiliath wordt wel echt een groot project. Dus dan moet je verwachten dat het sowieso wel 50 afleveringen kan worden. Dat we een paar gebouwen hebben gemaakt. Want dat kost echt maar heel we veel moeten, tijd. Hey, maar Leon, we hebben eerst gezegd, we gaan het heel maken. Maar het moet kapot. Ja, we gaan het denk ik wel. Het wordt wel moeilijk. Ik denk dat we het wel eerst heel gaan maken. En dan, ja, en dan later laten grieven op een manier van... Dat het ingestort is. Beetje, ja, dat het er nog wel nice uitziet. En niet dat je allemaal vliegende structures hebt natuurlijk. Want dat is al helemaal niks. Nee, geen zwevende blokken sowieso niet. Nee, dat moet je bijvoorbeeld de ingezakte daken en alles moet je aan denken eigenlijk. Ja, dus ingezakte daken. Ik weet niet of je bekend bent met de Titanium PvP map. Daar hebben ze zo'n stuk in het midden van de map. En dat heb ik toen nog gedaan. Dan had je allemaal van die ingestorte huizen. Want het was eigenlijk een soort van moderne wereld. Maar alles was ingestort. Nou dit stuk ziet er ook goed uit. We hebben heel snel gedaan. Ja. Laten we maar... ik ga eventjes deze iets opzij zetten. Perfect. Weet je wat sowieso mensen in deze iets kunnen doen? Hey, why do we gonna walk right into the fortress if we can walk over the mountain? Ja, precies. Maar ja, dat kan maar niet. Er komen regels in sieges. So fuck you people who think that. Or die. En ik denk dat het uiteindelijk ook wel dat we er even langs gaan en dat je dan gewoon niet meer op de berg kan komen en sowieso door middel van protection Andere shit. Ja, protection. Via dat zou het kunnen, maar ik denk echt om iets te maken van dat gaat denk ik onmogelijk worden. Maar Dennis, hoe dik gaan we deze muur maken? Want hier staat het hij is aangegeven met wol. Ja? Oh, je bedoelt hiermee. Oké, ja, maar dat is niet helemaal, hè? Jawel. Oké, dit stuk. Ik wil graag vanaf de gate gaan beginnen als het mag. Of wat wil jij? Ja, we moeten hem ophogen nog. Hè? Kunnen we niet fillen vanaf hier? Dan kunnen we dit allemaal fillen met bedrock. Dus dan doen we gewoon even heel simpel. Oh, doe jij dat? Wacht. Veel bedrock. We doen denk een radius van 20. Zo. Ik heb dat bij Airborne gewoon helemaal niet, hè, bedrock. Ja, het is gewoon puur dat mensen hier niet naar binnen kunnen komen. Ik hoop dat hij er niet buiten gaat. Ik wil even checken of dat niet zo is. Nee, nice. Okay. Daar zitten er geen gaten in. Oké. Je mag er nog één. Ja, tot daar. Eentje, nog? Ja, nog eentje. Oké, zo. Dan doe ik deze wel. Als jij dan de rest nog sneller opvult. Ja, komt in orde. Jongens, dit is echt gewoon de beste plugin die er is, World Edit. Zonder World Edit dan ben je gewoon fucked op een server. Dan ben je nergens. Ja. World Edit is love, World Edit is live. Ja, yeah, that's right, babe. Oh, wauw. Ik vind het alleen wel jammer dat ik moet ook echt Optifine erin hebben. Anders krijg je echt gewoon wat jij net ook zegt. Van, ja, en dan kun je shaders en alles gebruiken. Ik ben benieuwd. Ik heb een nieuwe PC gekocht eigenlijk. Dus kom op Leon. Ik sta klaar om de bovenste laag te doen. Oké, klein moment. Ik ga even een radius wat hoger zetten, denk ik. Zo, dat is wat makkelijker. Oké, komt er maar. Is hij er? Ja. Holy shit, dat is nice. Oké, er is ook niks buiten gekomen. Dat is al helemaal goed. Nee, omdat het een dichte cilinder is, hè? Wij zijn gewoon... Ik ga toch... Je hebt geluk, Leon. Ik heb internet openstaan. Je hoort op mij dus straks nog iets gestuurd. Google. Vertel het. Wat heb je gezien? Ik ben benieuwd. Nee, je hoort op mij een ding is gestuurd. Van de brug van Erebor, dat ik die moest maken. Oh, die moest je maken? Nee, hij moest maken. Ja, en wat dat is dat kijk, precies dat kleine... met dan? Wat heb ik dan aan geluk? Want ik snap het niet. Wat?
Je zegt van, Leon, je hebt geluk, want ik heb de webbrowser openstaan. Ja, omdat ik dan even de ingang kan zien die we gaan bouwen. Oh, oké. Okay. Oh, je gaat dan vanuit de binnenkant ga je bekijken. Ja, binnenkant. Ik ga een foto, want ik weet ongeveer hoe het zit, maar ik weet niet helemaal uit mijn hoofd. Dus ik pak altijd dan even een foto van internet erbij. Dat doe ik bijna met alle bults eigenlijk wel, die we doen. Mm-hmm. Nou, bijvoorbeeld, deze is vanuit de film. Ik ga even kijken. Ik ga het even mijn kobbel aangeven. Hier staat dan ook uiteindelijk toch die King Theoden, of zeg ik het goed? King Theoden, ja, die staat daar, ja. Die staat hier dan op. Er staat hier op de muur van, I want the arches there, and I want the bomen. Eigenlijk hetzelfde arches en bomen, but pak ja, ik vond het echt wel een nice shot, van dat ze dan echt allemaal zo op die muren staan en shit, dat was echt wel vet. Ik ga maar een beetje een indeling maken. Ja. En dan kijken we uiteindelijk wel. Oh wacht, dit gaan we toch even anders doen. Zo. Dan heb je 5. Ja, dit is wel wat mooi. Anders is het allemaal zo hetzelfde. En dat moet natuurlijk niet. Oké. Okay. Ik maak even een pilaar in instructie. Dat we een beetje weten wat zijn de outer lines en dat soort shit. Nou, ik ben even met dat middelste ding bezig. Je gaat hier al beginnen met die poort. Wil je niet eerst de muur maken? Nee, ik ben het even aan het uitzetten. Ja, je hebt hier dan ook nog wel een beetje een groot plein, dus dat is ook wel leuk. Dan kunnen we hier nog wel wat decoratiedingen neerzetten, zoals een kleine stal en zo. Heb je die daar wel überhaupt? Volgens mij zit die in het gebouw zelf. Ja. Oké, dan weten we dat ook. Zo. Ik hoop echt dat het gebouw zo snel mogelijk af is. Ik zal even een rondleiding geven. Ja, en dit was eigenlijk het eerste wat ik moet zien. Het was echt zo van, holy shit. Zo was het. Had hij niet verwacht eigenlijk. Waarom, wat is dit eigenlijk hier? Wat? Wacht even. Wat? Waar ben je? Oh ja, tuurlijk. Wacht, daar heb ik neergezet met World Edit. Zal ik even... Ja, dat kwam omdat ik toen met replays had gedaan, omdat we anders de deel van het fort weg wilden. Dat was ook niet zo'n goed plan. Weet je wat we sowieso ook nog moeten doen, Leon? We zijn het echt helemaal vanaf het begin af al gewoon vergeten te doen, hè? Nou, vertel. Oh. Eens even zien. Oh, je wilde banners op gaan hangen. Oké. Okay. Nee, ja, dat zijn de kleine details later, hè? Maar ik vind deze twee, die moeten daar hangen. Nou, oké, dan gaan we terug even naar binnen. Ja. Je moet sowieso geen... Geen wat? Geen kantelen, dat waren het, ja. Aan de binnenkant? Nee. Oké. Okay. Ja, je kunt het op bijvoorbeeld zoiets als dit. Dit kan. Ja. En dan doen we daar hebben we een vergunning voor gekregen. Ja. In tegenstelling tot de andere mensen hier in Nederland. Fitty! Wat, Ties? Fitty, niet Ties. Wat is met jou? Dat is pas fantastisch. Oh wow, kom op, them jokes. Surreal, nigga. Yes, they're real. They're coming. They're coming for you. They're going to get your money. money. It's so funny. Because I don't have any. Haha. Oh, them jokes are real. You can look at them in the episode of the 19th century of Dennis. Maar weet je wat het probleem is? We kunnen hier bovenin kunnen we geen bedrock doen. Of ja, wel bij de poort eigenlijk. Maar in de muur bedoel je? Ja, dit stukje niet. Maar ja, dat is gewoon puur. Want hier speelt de siege zich ook af. Dus we moeten hier wel bedrock doen, maar pas vanaf een bepaald punt. Want hoe gaan we dit ook mooi maken? Je moet dan dit zo... Nee, kut. Eigenlijk moet deze... Dennis, sorry dat ik het doe... Misschien dat je het niet leuk vindt, want je hebt hier een heel klein poortje gemaakt, maar ik ga hem wel iets groter maken. Oké. Ik geef je toegang. Toegang. Je mag nu naar de ingang. You have my permission. Die. Zo. Ja, hier, kijk, dit gaat wat beter. Want nu kan ik dit doen. Oh, nee. Maar kijk, nou heb je een wat grotere ingang. Je moet hier ook wel een beetje makkelijk naar binnen kunnen natuurlijk. Als wij hier alles met bedrock doen, dat wil zeggen dat ik heel die fucking berg van Erebor helemaal moet vullen met bedrock. Ja, dat gaat wel, hem niet worden, want ik wil kunnen minen daar, gast. Ja, dan moet je zelf weten, weet je. Van, jij wordt dan uiteindelijk wel de leider van Erebor, maar ik bijvoorbeeld van
ik zeg zo van, ja, dit moet eigenlijk gewoon voor qua sieges, moet dit gewoon... Ik denk zo van, ik ga stukken houden waar ik het helemaal dicht ga proppen met bedrock, maar er zijn ook stukken waar ik het gewoon steen ga houden, omdat ik ook gewoon wil kunnen minen. Ja, dat klinkt ook gewoon goed. Dat moet gewoon, want ik wil een mining system kunnen bouwen in de tijd als we daar zitten. Anders hebben we niks, want ik wil kunnen uitbreiden, snap je? Ja. En dat je allemaal van die gangensystemen krijgt, dat is wel leuk. Ja. Zullen we deze ook gewoon 2 doen? Dan heb je gewoon allemaal stukjes van 2, dat is misschien wel... Ja, mooi. Maar dan moeten we wel een nice design van maken. Dat klopt hier niet, of wel? Huh? Wat klopt hier niet? Huh? Hoe hebben we dat nou gedaan? Oh, wacht. Oh, ik zie het al. Je hebt hier gewoon nog een stuk naar voren. Oh, dat klopt ook. Oké. Ik zat helemaal zo van, hè, hoe zat dat nou? Hoe heb je dat nou gedaan? Huh? You what, mate? You want some? Oh, we moeten hier ook nog een trap naar boven maken, hè? Maar doen we dat een beetje aan de zijkant of doen we die al hier aardig vooraan? Nou, ik denk ongeveer vanuit, Izo. Waar? Hier. Oh, oké. Ja, dat kan wel. Dan moeten we dus even dit stuk afmaken. Want hoe hoog moet de trap? Of is dat... Ja, hier. Hier. Dan begint hij aan deze kant of zo, vanaf hier, dit stuk. Hier zo, ja. Oké. Moet lukken. Zoals we dat ook hebben gedaan met die andere. Bij beneden was dat. Dat je echt helemaal beneden bent, kan je ook gewoon vanaf daar de muur op en dan moet je door de hele muur heen bashen. Of van, oh, let's go, charge, motherfuckers, charge. Ik vind toch, ik heb nog nooit een gebroog, zeg maar met brug gemaakt met van die bogen er zo onder. Nog nooit. Nee. Maar moeten we in Elsgiliath echt zoveel doen, dat is niet normaal. Ja, dat wordt wel heel moeilijk, want dat heb ik zelf ook nog niet geprobeerd. Ik vond in ieder geval al wat wij nu al aan het proberen waren bij... Rivendell. Ja, Rivendell is dat ook al wel vrij pittig hoor. Ja, dat is een en al curvy edges. Maar moet het echt gewoon puur zo'n remplaat worden of komt hier ook een beetje zo'n zijkant aan? Je hebt hier nou echt zo'n remplaat, weet je wel, maar niet met van die, zo'n leuning aan de zijkant. Nee, want dan komt de binnenste muren van Helm's Deep zijn overal gewoon volgens mij kaars. Ik kan zelfs foto kijken, hey. Kijk, dat is even knul. Eigenlijk, want er zit zeg maar, oh, weet je wel waar we die deur hebben gemaakt, hè? Ja, nou, daar zit een torentje. Ach ja, boeien. Een soort van torentje. Ja, dat gaan we niet doen. En dan de muur, die loopt zeg maar, want eigenlijk is Helm's Deep die we nou bouwen eigenlijk zelfs oversized groot. Ja. Als je met de film... Het binnenplein zou veel kleiner moeten zijn, of niet? Nou, ik denk dat op dit binnenplein denk ik 40 man kan staan en er kan niemand meer bij. Ja, hier. Of op daar bedoel je? Nee, maar kijk, er zit zeg maar, je hebt hier die muur. Ja. En dan zit zeg maar hier nog een deur de berg in en die zit dan eigenlijk, kun je zo via die deur dan de tower in. Ja. Ja. Yeah. Ach ja, we maken nu gewoon wat we hier hebben, dan is het goed, ja. Het zal wel. Dit moet toch gebeuren. Oh, oké. Okay. One last time. Dat verstond ik niet helemaal goed. Verstond je me niet goed? Nee, je praat zacht. Dad, would you follow me one last time? No, we don't. Nee. Nou, ik vond op zich wel een goede toren impression van jou, hoe je dat net deed, want dat klonk wel heel goed. Ja, maar dat is ook echt het enige. De gewone zinnen als sommige zinnen gaan maar. Doe nog eens, would you follow me one last time? Follow me one last time. Ja, die stem, echt gewoon precies bijna hetzelfde. Ja, maar daar oefen ik op, hè. Gandalf gaat beter. Oh yes, I know. Some hobbits in the neighborhood here. There's someone who's known as, some wise gentry. And we have someone who's named Frodo Baggins. I think they're perfect for the share of fellowship of the gays. And yes, I think they can join my party and drink some tea. Nee, ik vind je best nog wel die van Gollum. Dat is echt wel de beste. Last rations, Wilmars. Yeah. Ik kan dat niet echt. Ik heb dat gevoel heb ik niet in mijn tong. Zo. You ik kan heel veel met mijn tong, maar... ik kan er eten mee kapot maken. Hey Leon, Leon, you don't have the feeling. You don't have the force. This is what you miss, Luke. You don't have the force. But Dad, I want to be a Jedi. Oh, ik dacht dat je altijd de bounty hunter wil worden. Ja, maar ik ben Luke nu. En Luke wilde geen bounty hunter worden.
Maar is dat dan ook gewoon één volle stenen doos wat je hier neer gaat zetten of qua trap? Of is dat nog een beetje met wat balans in en wat gevoel? Van, oh, wat is dat toch mooi. Wat een mooie trap, oh. Dat is er, ja, ik heb mijn pindakaas gegeten, dus. Wat gewoon bom, 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 bom. Eigenlijk wist je ook wat ook... Ja, weet je wat, ik ga het gewoon niet eens zeggen. Nou, vertel hem maar, ik ben wel benieuwd. Eigenlijk moet die brug andersom staan. Poort. Welke brug? Ik bedoel de trap. Oh! Waarom dan? The lightning strikes in the east. Hoezo moet die andersom staan dan? Nee, dat maakt niet uit. Laat gewoon. Ja, oké. Okay. Ja, we maken onze eigen versie, oké? Okay? Yes, we make our own version and we do like... This is how we do! This is how we do! Do-do-do-do! This is how we do. Oh wow, dat was echt vals. Goed jongens, als jullie dat leuk vonden, doe dan natuurlijk even een duimpje omhoog voor mijn geweldige zangkunsten. Waarschijnlijk krijg ik 0 duimpjes omhoog nu, maar goed, maakt niet uit. Of gewoon op mijn, nee. Nee. Allemaal op Dennis. No. We don't do that now. Had jij eigenlijk nog die rode maan gekeken vannacht? Nee. Dat klonk wel heel interessant. Ik werd om 6:15 wakker en toen ben ik lekker gaan douchen, lekker rustig aan. Oh nee, 6:15, sorry. 6:15. Mm-hmm. En toen ben ik lekker gaan douchen en ja. Toen heb ik mijn brood klaargemaakt eigenlijk. Toen moest ik alweer naar school. Ik heb de ene week dan maakt mijn moeder brood voor me klaar en de andere week dan moet ik het zelf doen, want dan ben ik bij mijn vader. Nou, ik moet het altijd zelf doen, maar ik zeg wel, als je het zelf doet, dan smaakt het sowieso altijd goed. Ik had bijvoorbeeld vandaag broodjes met filet American en brood, ontbijtspek en kaas. Ja. En dat is gewoon fucking lekker. Ja, ik vind dat ook altijd. Als ik zelf mijn eigen brood smeer, dan vind ik het wel beter smaken dan als mijn ouders. Als je maat gaat smeren, is zo van, godverdamme, moet ik nou weer chocolade pasta op je broodje smeren? Moet ik nou echt helemaal geven? Ja, ik heb liever gewoon vleeswaren op brood. Dat vind ik toch wel wat fijner. Precies dat. Vleeswaren, dat maakt je mannelijk. Zo van, of je neemt gewoon koude tosties mee. Nee, want die dingen die worden weer helemaal slap eigenlijk. Weet je wel? Net zoals je klaar bent gekomen. Wat? Wat de fuck lul je nou? Hey, letterlijk Leon, wat lul je nou? Oh, wow. Ik vond die wel heel goed. Ik vond hem wel een beetje een slap verhaaltje, maar... Ja, ik vond het ook een slappe grap. Ja. Ik zag de lul er niet van in. De nut er niet van in, bedoel je? Nee, de lul. Oh, de grappen waren slecht. Laten we maar gewoon weer verder gaan bouwen, Dennis. Laten we vandaag maar nog meliger worden dan dat we überhaupt al waren. Ja. Op een dag ging Mickey Mouse naar Middelaard. Naar Middelaard. Naar aard. Middelaard. Wat hey, aars. Ari. Hey. Ari cool. Ari cool. Moet hij niet iets breder dan? Anders lijkt het hier zo'n hele brede trap en dan kom je in één keer weer zo'n heel dun stukje. En dan... Misschien moeten we hem iets minder breed maken vanaf dit punt. Oh, het is weer zonnig. Oh. Yeah, baby. Baby. Ik heb trouwens intussen ook alles wat in achterin ook al met obsidian opgevuld. De muur. Obsidian? Zo paal. Sorry. Blackrot. Blackrot? Yet. Blackrot. Okay. Maar ik vind hem wel nice hoor. Maar het lijkt net of de muur hier net zo breed is. Ja, boeit niet echt veel. Nee. Dat komt dat hij nou nog smaller is en dat hij niet af is. Ah ja. Ach, weet je, ik vind het mooi geweest voor vandaag. We hebben nou wel weer aardig wat gedaan. We hebben nou echt gewoon, we zijn nou echt bijna bij dat binnenstuk. Ik schat echt nog 2-3 afleveringen. Ja, hey, ik denk zelfs elke aflevering 2-3 afleveringen. Nou, volg morgen, nog 2-3 afleveringen. Volgens mij zijn we de vorige keer zelfs nog 5 of 6. Ja. Maar weet je wat het is? De volgende aflevering heb je sowieso deze binnenmuur af. Dan ga je eigenlijk aan die verhoging werken. Nou, als je die verhoging en die binnenmuur af hebt, dan heb je weer 1 aflevering. En dan de tweede is eigenlijk die... De binnenhal. Ik denk 4 zou ook nog wel kunnen. Want je moet dat ding maken. Dan moet je de binnenkant maken. Er zijn iets van 4 of 5 kamers. Ligt net aan hoe uitgebreid je het gaat maken. En eigenlijk dan heb je nog jouw cinematic tour. Ja.
Maar en dat nog is, mogelijk dat we de Glittering Caves nog aan het begin aan maken. En dat duurt ook nog wel even. Ja, maar dat is voor... Nou, ik weet niet of dat nog bij deze Let's Build komt. Misschien later nog. Ja, misschien voor een ander. Ja. Want ik bedoel, voor mensen die heel ver Lord of the Rings zijn, die weten dat eigenlijk in... Nou, maar eigenlijk hoort dat niet in deze age. Ik bedoel, wij zitten in een War of the Rings. Laten we eigenlijk... nog maar niet zeggen. Laten we dat nog even voor onszelf houden. Maar in ieder geval, ik ga hierbij ook de video afsluiten. En daarbij wil ik jullie natuurlijk even vragen of jullie natuurlijk even een duimpje omhoog willen achterlaten. Mm-hmm. Subscribe natuurlijk op mijn kanaal voor meer van de Let's Builds. En op Dennis' kanaal voor de Let's Builds van Rivendell. En misschien straks ook nog wel van Erebor dingen daar achteraan. Dat wordt wel heel vet. En laat natuurlijk even een comment achter wat jij echt vindt wat wij moeten bouwen. Want we zijn echt bijna klaar. Kijk dit hele overzicht, man. Ik vind hem echt... Nou, hij lijkt wel aardig op. En het is ook zo, ik bedoel, het hoeft niet per se iets van de goede factions te zijn. Ik zeg wel, dat heb ik zelf voorkeur aan, omdat, ja, Mordor stijl, ik zal erop moeten oefenen. Maar ja, gaat verder leuk op. Helemaal goed. Nou, dit was dus de video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende Let's Build. Dus tot ziens. Ciao.